Welke situatie? Ik kan niet zo goed met onzekerheid omgaan. Welke onzekerheid? Meid, alsjeblieft. Jesse, je zit in de put. Hallo? Nee, dat absoluut niet. Dat absoluut niet. Maar ik hou gewoon niet echt van onduidelijkheid. Van wat? Van nu? Wat hier van je spel? Ja, van wat er gaat van gebeuren. Van hier bedoel je? Gebeuren? Je hebt geen idee, toch? Ja, ik zou zeggen, maak het beste ervan. Ja, absoluut, absoluut. Maar ik hoop gewoon dat het snel bekend is wat de bedoeling is. Nou ja, er gaat in ieder geval maandag één weg. Denk je? En ik denk, misschien weet ik wel wie als eerste weg gaat. Penny, die is echt heel vies, Jess. Maar ik denk echt wel dat ik weet wie er als eerste weg wil. Wie dan? Mariska. Nee, joh. Nu niet meer, hoor. Ze zei nu. Van, nou, als er echt iemand weg moet dan, dat zei ze me gisteren echt daar, dan ben ik degene wel, weet je wel. Want dan wil ik me in offeren voor iemand die er nog wel langer wil blijven. Nou, ik heb juist wat anders gehoord. Wat de moeder Teresa zegt. Wat denk jij dan? Nou, ik denk eerder gewoon dat we in deze dagen moeten gaan stemmen voor wie van de drie die een publiekstem heeft gekregen naar huis moet. En wie zijn dat? Merel, Shelly, Andrea? Ja. Wat ga je menen? Ja, ik denk gewoon dat we een brief gaan krijgen dat de bank is en dat wij dan moeten gaan stemmen. Oh. 12 stemmen hebben we dan. Ja, sorry, dan weet ik het al. Ja, maar ik denk dat het zoiets gaat zijn. Oh mijn god, mijn hart gaat tekeer, hé. Oh, nu je dit zegt, denk ik dat het oh my god, is. Ik wil nee. Want anders zijn die publiekstemmen voor niks geweest, hè? Die stonden expliciet in de brief. We gaan zo meteen even zitten. Oh my god, jongens. Het komt goed, schat. En want ik weet precies hoe iedereen die gaat doen. Dan moeten wij dus beslissen als inwoners. Of Merel, of Andrea, of Shelly. Ja, zoiets denk ik. En ik denk, Shelly, eerlijk gezegd, dat jij niet eens in die lijn zit, schat. Dat weet je toch al. Even kom op. Wat weet ik al? Je weet toch niet hoe mensen gaan stemmen op dit moment? Misschien gaan ze wel tactisch stemmen. Ook al mag ik je, ja, sorry. Ik zie je misschien als een bedreiging. Ik weet, nee, het is misschien heel, heel raar wat ik nu zeg, maar dat kan wel. Om het zo te zeggen, de bom van Utopia stopt, hebben ze heel mooi gedropt. Want nu worden wij alle 15 worden fucking hard. Hé, dit vind ik wel heel eng, hé. Nee. Je weet het helemaal niet zo. Nou, maak je gek, kijk. Nee. Oké, dit gaat niet gebeuren. Denk je dat echt of neem je erin zijn? Nee, maar het zou wel wat gebeuren. Het zou wel wat kunnen zijn dat het publiek dus iedere keer bepaalt welke drie er op de bank komt. En dat wij gaan kiezen. Moeten stemmen wie er mag blijven. Anders zijn deze drie publiek stemmen voor niks geweest. Nou, dan kan ik er nu al gaan van leren, jongens. Ik zit iedere keer op de bank. Ja. Want ze houden zoveel van mij. Ja, doordat je dus weg bent. En dan zitten er weer andere mensen op de bank. En dat is een beetje het... Oh, ik ga nu om de twee weken heel erg in onzekerheid leven. Hier. Oh, stel jongens. Het kan ook iets anders zijn natuurlijk. Maar wat Jesse zegt is best wel een goede, eerlijk gezegd. Ja, ik denk... Ja, dat is zeker een goede. Maar deze want er stond toch ook in iets van... Weken, de drie... In de strijd naar de finale. Dat wij daar dan... Die drie stemmen tellen wel mee. Ja, inderdaad, ja. Zoiets. Ja. Fijn. Als dat zo is, heb je 33,3% kans dat je naar huis gaat en zijn wij veilig voor de eerste ronde. Hou op! Nee, kan niet. Als dat zo is, denk je dat je dan weg bent? Nee, want ik heb 1 september filmavond en ik mag dat niet missen. Eerlijk gezegd. Nee, dan word ik echt verdrietig. Kun je de filmavond op de streams kijken? Nee! Oh, sorry, gastvrouw. Maar waarschijnlijk mag je hem dan wel eerder zien. Dan kan je bij me hier langs, dan kan je de film nog Nee. Nee, dat gaat volgens mij echt niet gebeuren. Maar ik waar zijn ze anders voor die stemmen dan? Leg mij iets uit. Misschien werd het ook al vandaag of gisteren besproken dat het sowieso stopte. Ja, maar er stond in dat de stemmen meetellen voor de strijd. Ja, voor de strijd naar de finale. Maar met strijd hoor... Weet je wat ik dan denk met strijd? Ik denk dan competitie, dus dat we dingen ook moeten doen in plaats van strijd als in alleen maar stemmen. Want ik vind alleen maar stemmen vind ik niet per se altijd echt een strijd. Nee, maar het is wel de hele weg ernaartoe, hè? Hoe dat ga je is wel mee waar. Om en zo? Ja, maar om het zo te zeggen, hey, Jesse, laten we ook heel eerlijk zijn. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik zal het ook nooit meemaken. Je snapt wel wat ik bedoel. Van, ik heb nooit hier gestemd. Nee. Nee.
Hoi, welkom. Ik ben Utopiaan. Ik heb nog nooit gestemd. Er is nooit op mij gestemd. Maar je zit wel in de finale. Ja. Nou, wat heb jij gedaan? Wie heb jij gesokt om dat voor elkaar te krijgen? Poeh. Nee. Denk jij dat je een winnaar kan, dat jij misschien winnaar kan, zou kunnen zijn? Ik denk dat we allemaal kunnen winnen. Ik heb ook geen idee hoe het eruit gaat zien. Jij weet het hele format niet. Heel veel, maar vind jij echt dat er echt nu nog product echt verkocht moet worden? Dat ze gewoon de dingen om de geld weer bij elkaar te krijgen? Natuurlijk. Ja, waarom dan? Nou, we ook mogen winnen. Het is niet de bedoeling. Je wil wel wat tofs achterlaten, toch? Oké. Ja. En ik weet niet, ik zou het gewoon vet vinden om met meer geld te eindigen dan dat Utopia 1 na 4,5 jaar is geëindigd. Hoeveel waren hun geëindigd? Weet ik veel, enkele 10.000 euro's. Maar luister, is Utopia 2 überhaupt met enkele 10.000 euro's omhoog gegaan? Nee, maar in 1 hadden we dat ook nooit hoor, totdat Utopia van het jaar kwam. Oh. Gingen we ook altijd pas richting het einde van het jaar de groene cijfers in. Alleen fancy. Hadden we toen dat jaar dat ik was, trokken we hem daarna wel door. Maar door Jesse de president. Het zou vet gewoon zijn toch als je na anderhalf jaar met niks bent begonnen en dat de finale strijd dan meer heeft dan Utopia 1 wat 4,5 jaar heeft geduurd en begonnen is met 10.000 euro. Dat is wel waar. Ja. Toch, dat zou toch vet zijn? Dan hebben we echt wat bereikt ook met z'n allen. Wie het dan ook mogen winnen. Ik weet niet, voor mij gaat Utopia gewoon om het hele proces en alles wat je met elkaar doet, wat je bouwt. En ik ben in ieder geval super blij dat ik het mee heb gemaakt. En ik had echt, echt heel graag mijn tweede 15 maanden voor. Ja, ik had ook 15 maanden willen blijven. Ja, maar ik ook. Ja, ik kan 15 maanden halen. Au. Ja, maar je zit nu op de bank, hè? Hou op. Vergeet me dat je volgende week haalt. Jawel. Maar wat als we morgen een brief krijgen dat een van jullie drie naar huis gaat? Kun je zomaar morgen thuis naar show? Nee! Nee, ik kan niet naar huis. Nee, ik kan echt niet naar huis. Ik kan niet naar huis. Voor de filmavond. Nee, het zou echt kut zijn. Nee, het kan niet. Maar heel eerlijk, ik denk wel dat er voor deze stemmingen wel iets gaat voor de filmavond nog wel iets gaat gebeuren. Ja. Want Frenny die kan pas 27 augustus weer dansles inplannen. Nou, ik heb ook gewoon kappersafspraken. Wanneer? Vooral deze week, aankomende week. Maar deze week ook nog? Ja. Wanneer dan? Nou ja, zie, wordt tijd voor een kappersopleiding. Volgens mij 24 augustus. Ik heb een hele lijst. Ik heb alles opgeschreven. Tenminste, in een bestandje. Ja, ze zit nu gewoon het dagen te kijken waar iedereen gewoon helemaal vrij is. Nou, ik weet niet. Ik denk dat we morgen een brief gaan krijgen in de ochtend. Heel eerlijk? Ik denk maandag. Ik vind het eigenlijk alleen maar fijn dan. Maar want we weten wel tenminste waar we aan toe zijn. Hm? Deze week zou ook nog wel iets kunnen gebeuren. Ja, ik denk niet dat ze ons 7 dagen droog laten hoor. Had je nog niet goed over de brief nagedacht? Jawel, maar niet dat... Niet op die manier. Nee. Nog niet op die manier, ja. Ik dacht misschien een stem of zo extra. Ja, zo zie ik het ook. Ik denk echt dat we een van jullie drie naar huis gaan sturen. Ik denk dat het voor de eerste ronde dat wel waarschijnlijk mogelijk is. Nee, ik denk alles. Ik denk gewoon dat het publiek elke week drie mensen op de bank zetten. Heel eerlijk gezegd, ik hoop het wel. Niet in de zin van dat jij ook op de bank komt, dat het publiek me mag. Ja, ik kom elke keer. Ik heb al 4 keer een publiekstem gehad. En wanneer heb je ze achter elkaar? Wanneer heb je ze niet gekregen? De eerste keer niet. Toen ik er niet was. Nee, ja. Nee, ja. Je kan dus zien dat het dus... Jesse, kom allemaal door jou. Jesse wou een relatie met je, maar jij kat ze hem af. En nu pakken al die Jesse-fans pak je allemaal terug. Publiekstem. Nee, maar eerste keer niet, tweede keer wel, derde keer niet, vierde keer niet. En toen weer wel. En toen weer wel. 3 keer achter elkaar, damn. Ja, ik snap het niet. Nou, ik snap het echt. Stel, ik kom op die bank. Ik laat een van jullie even leren hoe je crepes moet maken, want... Oh, ik wil niet zo dat maken, ik heb honger. Anders is we hebben ook net in wenkbrauwen geïnvesteerd. Ja. Campers, extensions. Alles verandert, jongen. Het apparaat moet ook maar weg. Ja. Het apparaat.
Oh, alsjeblieft, wil je wel nog mijn tatoeages lezen? Ja. Oh, ik moet buiten verder, man. Daarmee. Ja, yes. Nou, yes. Thuispartij. Maar mag je het niet meenemen? Wat? Naar huis. Die apparaat. Het apparaat? Ja. Nee. Ja, als hij afbetaald is, misschien... Nee, ik mag geen waardevolle spullen meenemen, maar... Ik weet niet, misschien dat ik die man eens moet bellen en even de situatie uit moet leggen. En vragen, er zijn inwoners in behandeling. Kunnen we niet gewoon ook even een promotieberichtje op de webshop zetten? En dat je hem over 4 maanden ophaalt. En dat ja, maar deze wil ik echt weg hebben, man. Ja, ik wil echt mijn schouderblad en mijn oor. Wil ik weg. It must go. Ik wil iets anders hier eigenlijk. Maar ik weet nog niet wat. Ja, man. Ja. Oh. Meid. Zijn ze nu koffie voor iedereen aan het zetten met het apparaat? Ik heb werkbaar geen flauw idee. Ja, Sjan. Ik hoop gewoon niet dat dat zo is wat jij zegt. Ik kan me niks anders bedenken. Waarvoor die... Maar zou het echt... Zo zijn dadelijk dat ik gewoon niet eens mijn eigen filmavond kan meemaken. Je weet het niet, hè? Dat is fucking heftig, toch? Dat is echt wel heftig, hoor. Ja. Ja, je kan het wel meemaken, maar niet hier. Ja, maar dan hoef ik het ook niet te zien. Nee? Dan gooi ik zo'n steen naar mijn tv toe. Dat is helemaal zonde. Ja, misschien zonde, maar daar ben ik wel dan in staat om dat te doen. Nee, zou het echt zo erg zijn? Zo... Nee. Ik ga er niet vanuit. Ik denk gewoon weer dat we gewoon op dezelfde wijze moeten gaan stemmen. Dat jij alle eentje bij je naam hebt staan en de rest ook. Dat denk ik ook. Dat denk ik dat het zo moet. Dat iedereen gewoon... dezelfde soort stemmingen krijgen. Nee? Dat we normaal hebben. Nee, natuurlijk niet. Het is toch saai. Nee, joh. Er gaat gewoon één deze dag gaat er gewoon een bom gedropt worden. En dan moeten we binnen 24 uur moeten we gaan stemmen op één van die drie. Dat denk ik. Zo heftig zijn, hé, als iemand... Ik denk dat de eerste namelijk gewoon binnen 24 uur buiten staat nadat we een brief krijgen. Maar als jij... Binnen 2 uur. Dat het echt heftig is. Dat we een uur hebben dan om te beslissen op wie we gaan stemmen. En daarna een uur hebben om... om te vertrekken. Dat we bijvoorbeeld morgenochtend om 9 uur een brief hebben en dat voor de middag iemand weg is. Ja. Zoiets, het moet heftig zijn. Kan niet anders. Wie denk jij dat er dan naar huis gaat van ons drie? Stel je voor, de bank wordt wij drie. Ja, ik denk jij of Merel. Ja? Wat? Denk je dat? Ja. Nee. Denk het ook niet. Nee. Dan denk ik wel Andrea. Ik denk dat het dat, ja. Ja, het ligt eraan waar er naar gekeken gaat worden. Nou ja, als je denkt naar inkomsten. Ik denk dat je naar alles moet kijken. Ja, als je naar inkomsten gaat kijken, dan gaat Andrea. Ja? Ja. Maar ja, de verhalen gingen al de ronde dat Merel best wel wat stemmen misschien zou gaan krijgen. En uiteindelijk bleek dat dan misschien wel of niet zo te zijn, dat weet ik niet. Maar ja, als ze dan uiteindelijk genomineerd wordt als een van de drie om weg te gaan, dan is het wel een lekker makkelijke natuurlijk. Snap je? En jij hebt ook best wel vaak issues met mensen. Het kan ook zomaar zijn dat mensen dan zeggen, joh, dit is wel lekker makkelijk. 6 stemmen op Shell en ze is weg. Je weet niet, hè, waar er naar gekeken wordt. Je weet niet of mensen tactisch gaan stemmen of niet. Je hebt er ook geen controle over. Als het verhaal van tot en met het einde gaat zijn dat het publiek mensen op de bank stemt en wij ze naar huis moeten sturen, dan hebben we geen enkele vorm van controle. Niks. Nee. Als je op de bank komt, is de kans gewoon aanwezig dat je weggaat. Maar moet je nagaan, stel dat we dat elke 2 weken doen, hoe spannend die 3 stemmen zijn. Oh, nou. Dan sta je elke 2 weken sta je met je billen tegen elkaar geknepen. Besef je ook dat we er ook zo niet meer zo meteen liggen met elkaar? Ja, yes. Nu.